Ah, het walnut hoofdkwartier, jongens. Wat staat hier er weer prachtig bij. We staan ook dan vandaag lekker op het dak, omdat ik een leuke planning weer heb. Maar voor die planning moet ik even naar binnen. Dus laten we even een beetje het gebouw slopen, zodat we hier naar binnen kunnen. Eigenlijk moet ik hier een deur maken. Misschien hier een deur. Nee, geen deur. Jongens, welkom bij deze video. Vandaag gaan we weer leuke progressie maken aan ons walnut hoofdkwartier. Gaan wij ook even een interview houden met meneer KB. Oh, ik ben nog steeds een oger. Ik wilde wat zeggen, maar ik ben vergeten. Ik ben mijn ogenschin heb ik nog aan. En we gaan ook een interview houden met Justin, de wapendealer. Maar voordat wij dat interview gaan houden met hun jongens, moeten we eigenlijk deze tuin moeten we even af hebben. Want ik wil wel dat ze een goede indruk krijgen als ze hierboven komen. En, au... Ik wil wel een kantoor voor ze maken. Ik wil hier een kantoor voor Justin maken. En hier voor meneer KB. Dit wordt mijn kantoor. Die moet ook af zijn. En dan kan hier in de toekomst kan een grote vergaderplek worden. Maar dat gaan we deze aflevering doen. We gaan alleen die twee kantoortjes maken. Mijn kantoortje even afmaken. Het tuintje hierboven gaan we zo snel mogelijk even doen. Ik denk dat het niet heel lang gaat duren. En als dat gedaan is, kan ik misschien Justin even op gaan zoeken. En daarna meneer KB. Of op een andere volgorde. Ligt eraan wie er eerder is. Of wie er eerder kan zijn. En dan kunnen we daarna even, wil ik ze letterlijk een interview hebben. Of een, hoe noem je dat? Een sollicitatiegesprek moeten ze hier hebben. Want ik wil dat ze hier komen werken. Kijk, ze hebben natuurlijk hun eigen huis. Maar ze moeten gewoon van 8 tot... Nee, ze moeten gewoon van 9 tot 5 natuurlijk. Een 9 tot 5 baantje. Moeten ze gewoon hier komen werken. Ik wil ze wel gewoon dagelijks op het kantoor zien, weet je. Even... De brievenbus legen, de prullenbakken legen, even kijken hoe we Rick Force kunnen verslaan en zo. Maar ik wil wel dat ze hier op kantoor komen, weet je. Het is niet, ik bouw niet voor niks een groot kantoorgebouw. Dus laten wij even de materialen bij elkaar verzamelen. En als we dat gedaan hebben, gaan we gelijk beginnen met een mini timelapse. En daarna heb ik waarschijnlijk gewoon weer twee ogen. Tot zo! Timelapse. En we hebben op zich niet heel veel gedaan, maar wel heel veel leuk werk, al zeg ik het zelf. We hebben ten eerste de waterlift gewoon eindelijk een keertje netjes gemaakt. Het enige is, de signs hier beneden vind ik niet heel tof, maar hoe kan ik dat dan doen, jongens? Misschien met een ijzeren deur! Natuurlijk met een ijzeren deur. Hebben we nog ergens wat ijzer liggen? Ik ga het gelijk fixen, jongens. Dat betekent dat ik 6 ijzer nodig... Oh, we hebben niet genoeg. Oh, jawel, jawel, jawel. Ik had heel veel zelfs. Ik heb ook wat envils gemaakt voor een bult. Kijk! Niks aan het handje, jongens. Hier, iron door. Geen probleem, we hebben er gelijk 3. Even kijken hoor, dit gaat waarschijnlijk aan het begin gelijk heel lelijk fout. Dus laten we even met ijzer dit afpakken, zodat het water niet alle kanten op gaat. Hallo water, kom maar hoor. Dan doen we zo. Hoppakee, ja, dat ziet er veel beter uit. Hetzelfde geldt voor hier. IJzeren de... Oh, nu moet die weg. IJzeren de... Waarom is het zo moeilijk? Oké, okay, hoppakee. Dan de... Die toortjes laten we nog even staan, want we hebben hier beneden nog geen mooie belichting. Zo, als het goed is, ziet het er nu even kijken. Ja, ijzeren deuren zijn top. Wacht, nu ik toch bezig ben. Het enige wat ik ben vergeten te doen in mijn timelapse is dit blauwe hier, weet je. En ik moet opschieten, jongens. Ik wil jullie nog heel even laten zien wat ik gedaan heb. Want als het goed is, jongens, komen over een kwartiertje, laten we zeggen 10 minuutjes misschien, Justin, oftewel Just Out, en meneer KB komen langs voor een vergadering. Althans... Voor een interview, voor een sollicitatiegesprek. Die komen als over een kwartiertje deze kant op allebei. Dus ik moet wel echt goed voorbereid zijn. Ik wil ook een pak aandoen, jongens. We moeten... Ik moet nog zoveel dingen doen. Dus laten we snel dit even hier opvullen. Dan gaan we een pakje aan. Dan laat ik even zien wat ik boven gemaakt heb. Dan doen we een pakje aan. En dan gaan we Justin en meneer KB goed ontvangen. Nee! Ik had het net helemaal vervangen. Oh, wat irritant. Oh, ik haat mezelf echt. Waarom is het nou zo fout gegaan? Oh, jongens. Ik haal die blok hier onderweg, omdat ik die ook... Nou, nah, dit is echt heel vervelend. Ik was hier net klaar mee. Ik moet het gewoon weer opnieuw. Dit is echt stom. Dit is echt heel stom. Moet ik het helemaal zo doen? Serieus? Zo. Dan... Oh, wacht. Dit gaat even wat moeilijker. Ik wil dit blokje hier veranderen, maar dat gaat niet omdat er telkens water op komt. Wacht.
Dan moeten we het even zo doen. Wat een vervelende snottaak dit. Alright, dit is allemaal geregeld. Dan gaan we naar boven. Dan ga ik het even snel aan jullie laten zien. Als je hier komt, moet ik deze blokjes natuurlijk nog mooi maken. Maar ik zit te denken hoe ik dat ga doen. Want er zit altijd water tegenaan. Dus wie weet dat ik dit een keer met tapijt mooi maak hier of zo. Dan kom je binnen en heb je een mooie feng shui. Of weet ik hoe je dat wil noemen. Je hebt hier een mooie, ja, hoe noem je dat? Groen tuintje boven. Dan heb ik een verlaagd plafonnetje met heel veel mooie spotjes. Waardoor het plafond ten alle tijde mooi is verlicht. De vloer hier moet je nog even negeren. Dit, omdat deze hele ruimte het ook nog niet mooi is. Heb ik gewoon even snel dingen in de vloer gestopt. Zodat het überhaupt verlicht is. Maar mooi ziet het er niet uit. Dan hier hebben we een prachtig decoratiemuurtje met een schilderij van Stinkgoors. Dan weten we altijd dat wij moeten verslaan. Dan hier kantoor 1. Deze mag van Justin of meneer KB zijn. Ik ga zo meteen meer laten zien ervan als zij er zijn. Kantoor 2 is 1-op-1 hetzelfde als kantoor 1, maar dan gespiegeld. En dat is dan ook weer voor meneer KB of Just Out. Ze moet hier natuurlijk wel op komen werken. En dan hier mijn kantoortje, jongens. Ook leuk ingericht. Iets groter bureau met een boekje erin. En niet zomaar een boekje. Het boekje waarin Rick officieel de oorlog met mij verklaart. Zodat we altijd kunnen herinneren dat dit niet zomaar een grap is, jongens. Dit is echt oorlog. Oké, dit is alles wat ik heb gedaan. En ik kan het wel nog een keer laten zien. Maar ik moet me nu echt even omkleden. Letterlijk in Minecraft. Ik moet even een pak aantrekken. Want als het goed is, zijn meneer KB en Justin er elk moment. A few moments later. Oké, jongens, meneer KB en Justin zijn er. Kijk, daar zitten ze met z'n tweeën daar. Ik hoop niet dat ze mijn kant op kijken, maar ze zitten te wachten tot ik naar beneden kom. Ik heb een pak aangetrokken en een heel apart masker, want ik wil eerst even doen alsof ik een butler heb. Die ze dan even hier naar boven verwijst, dat ze daar gaan zitten. En dan zeg ik, ik kom er zo aan, maar ik wil even doen alsof we heel rijk zijn, weet je. Alsof we butlers hebben en weet ik wat allemaal. Dus laten we snel naar beneden gaan, laten we ze niet langer wachten. Ik ben heel benieuwd. Welkom. Welkom, welkom. Wat heb jij voor outfit aan? Ik ben de butler van Max. Als jullie mij even kunnen volgen. Ik hoorde dat jullie een sollicitatie-interview hadden allebei. Dus, ik weet van als niks. Als jullie mij even kunnen volgen, dan ik ben wel benieuwd nu. Max, kort daarna komt hij jullie kant op, dus kom maar mee. Maar waarom heb je een masker op? Dat legt Max zo meteen wel jullie uit, kom maar. Oké. Kijk, welkom. Dit is allemaal nog niet af hier beneden. Boven is al groot in aanbouw allemaal. Het is één groot succes natuurlijk. Dit hoofdkwartier, dat kennen jullie al. Jullie hebben het in de krant gelezen. Jullie hebben al het nieuws gezien. Heel dus groot ga maar even succes. In deze hoog geavanceerde lift naar boven. Ja, ja. Ik ga wel eerst er dus tegen maar. Ja, denk al. Nee, het is veilig. Het is veilig. Ja, dat weet je niet. Kijk, ik vind komen het wel een beetje hier. Spannend zo. Dan leg ik je even kort uit wat dit allemaal betekent. Zie, we hebben hier een mooie tuin hierboven. Dat is voor de feng shui van het gebouw hier. Een tuin in je huis? Ja, voor de feng shui is het. Oh, de feng shui! Ik dacht al, waarom staan hier bomen? Maar nu is het allemaal duidelijk, ja. Ja, dat heeft te maken met de sfeer. En wij zijn natuurlijk echt goed voor het milieu. Naast het feit dat we nog wel eens de zee vervuilen door items in te gooien. Kom mee. Ik heb niet eens een zee in de buurt, dus ik doe het nooit. Dan hebben we hier twee dingen die zo meteen uitgelegd gaan worden. Dan mogen jullie nu even in het kantoor van Max gaan zitten. We moeten ook gewoon, hè? Ja, jullie hebben een sollicitatie-interview, kom maar. Daar gaan we naar binnen, kom maar. Ik denk niet dat er een weg terug is. Nee, dit is veilig. Als jullie even plaats kunnen nemen, dan komt Max zo jullie kant op. Jongens, welkom. Hey. Ik zie dat mijn butler jullie hierheen heeft gebracht. Ja. Zo zien jullie maar, we hebben hier natuurlijk rijkdom en we hebben butlers hier en zo. Dat is even dat jullie dat weten. Welkom. Ja. Leuk dat jullie hier voor jullie sollicitatiegesprek zijn allebei. Jullie willen jullie natuurlijk officieel komen werken in het wandend hoofdkwartier. Het is natuurlijk een 9-tot-5 baantje. Dus ik verwacht wel dat jullie serieus 9-tot-5? Hallo! Ja, ik verwacht dat jullie goed serieus hebben voorbereid voor jullie gesprek. Ja, dat wel. Ja, ik heb Ik heb ook geoefend. Ja. Je hebt goed geoefend. Dus willen jullie ons de beurt of willen jullie gewoon samen tegelijk? Samen tegelijk. Ja, nou, doe je ding. Ik luister. Nou goed, ik ga jullie meteen even overtuigen. Echt? Ja. Ja, laat horen. Komt-ie. Wat is het idee? Aangenomen. Dat ging wel heel makkelijk. Shit. Nu jij. Kan je daar tegenop? Wacht even, ik zie je niet door de taart. Dat is wel jammer. Mijn zicht is een beetje gelemmerd. Nou, ik denk dat je ook genoeg rust moet pakken. Je had gewoon toevallig een bed bij je. Ja, toevallig geen cake bij je ofzo. Nee. Kijk. Dit komt voorbereid over, de bed niet. Kijk, jij heeft er zelfs nog één. Nu jij weer. Heb je nog een bed? Ik heb een soep. Werkt dat? Is het bietensoep toevallig? Ga je nu met mijn bietensoep rond? Is dat er nu gebeurd? Een hele heerlijke, overheerlijke soep. Er staat zelfs KB's overheerlijke soepje.
Weet je, jongens, jullie zijn allebei aangenomen. Ik leid jullie even rond. Jij hebt helemaal niks gedaan! Ja, ik heb een bed geplaatst. Nou, dat heb je lekker voor elkaar, oké. Okay. Hey, welkom. Jullie zijn natuurlijk allebei van mijn alliantie. Jij bent mijn, wapendealer. En, ja, gaat een beetje stroef, maar het komt goed. En vakantieparkeigenaar. Jij bent natuurlijk gewoon mijn grootste alliantie. Kok. En kok, inderdaad. Ja. Chef. Chef. Ja. Voor minder doen we het niet. Hey, ik heb een kantoortje voor jullie allebei gebouwd. Ik heb helemaal geen zin in een kantoorbaan. Nee. Je hoeft hier niet tot 9 tot 5 te komen. Het idee is gewoon dat jullie hier ook kunnen komen wanneer jullie willen. Weet je, dan kunnen jullie plannetjes uitvoeren hier als jullie contact willen zoeken. Dan kunnen jullie hier gewoon in de oorlog tegen Rick kunnen we hier werken. Weet je, met z'n allen. Ik ben nog van plan om hier een grote vergaderruimte te maken. Er komen nog, de vloer wordt nog mooi gemaakt. Dus ik heb wel een verlaagd performance potje, maar dat is niet belangrijk. Kom. Krijgen we ook een pingpongtafel? Kijk, dat is dus het ding. Jullie kunnen suggesties achterlaten. Jullie mogen zelf misschien een keertje wat houden en zo. Ik wil wel het liefst rechts eigenlijk. Deze rechts? Ja. Oké, dat mag. Ja. Dat zei Justin die ook. Nee, Justin heeft pech. Ja, ik heb pech. Een cadeautje voor me. Succes, hè? Jullie mogen hem ook opnieuw zelf inrichten natuurlijk. Ik heb even een tijdelijke inrichting gedaan. Kijk, hetzelfde ook. Jullie kunnen ook naar elkaar kijken. Dat is leuk als we hier werken, weet je? Ik zie het wel. Ik mis wel meteen al een fornuis. Dus dat... Ja, nee, dat mag. Je mag doen. Wat is dit? Wie is dit? Hoe komen die mensen hier? Wie zijn die spioneert hier zo? Ik kan het zeggen. Zijn dit spionnen van Rick of zo? Wat is dit? Hoe komen die hier? Geen maakt niet uit. Ze kunnen even goed spieken. Richt het in zoals je wil. Als je alles eruit wil, dan mag dat. En dan mag je het opnieuw inrichten. Kun je hem ook verbinden met een spannende brug? Nee, dat mag niet. Nee. Dat is zeker? Weet je zeker dat het niet mag? Dat is verboden. In het contract staat helemaal niks erover. We hebben niet eens een contract. Je hebt een bed gegeven en een soepje van hem. Ja, nou hè? Is dat genoeg? Ik ben aangenomen. Ja, okay. Dus. Nou, okay. Dan bouwen we geen... We gaan geen brug bouwen. Ik zie jullie... Weet je... kom en ga wanneer jullie willen. Deze vloer is van ons. Dit is ons hoofdkwartier. Ik heb kantoortjes voor ons alle drie gemaakt. Yeah. Dus als jullie een keertje hier ook wat willen bouwen of een suggestie achter willen laten, laat het weten. Dus ze zijn ten alle tijde hier welkom. De oorlog gaat goed. Rick die is echt... Ik heb laatst ook weer... Justin heeft zo te zien ook allemaal hoofden van mij achtergelaten op Rick's eiland. Had je dat al gehoord? Dat was een geniale prank van Justin. Ja, ik vond hem zo leuk. Echt bizar. Klinkt wel goed. Ja, nee. Dat was heel grappig. Ik vond het echt leuk dat je dat gedaan hebt, Justin. Ja, dank je. Ik heb er heel veel moeite mee gestopt. Dat is eigenlijk waarom ik jullie wilde hebben. Gewoon om te laten zien dat jullie nu ook hier kunnen komen. Dat jullie ook hier gewoon... Dit is ook jullie gebouw, weet je. Maar waarom moesten we dan solliciteren? Ja, dat vond ik gewoon leuk. Ja, ik heb gewoon een kantoor gekregen, dus ik vind het allemaal helemaal goed. Ja, nee, ik moet ook niet klagen. Nee, ik heb ook gewoon hier updatejes. Hey. En als iemand hier trouwens naar de lekkage een keer kan kijken, dat zou heel fijn zijn. Ik weet niet... Is dat niet Feng Shui? Dat is maar wij hebben een kantoorbaan, hè? We hebben geen loodgieter. Nee, dat klopt. Nee, maar dat was hem. Jullie mogen nu weer mijn gebouw uit. Oh nee, trouwens, jullie wonen hier ook. Waarom heb ik dit gedaan? Stop. Even naar mijn kantoor, denk ik. Ja, denk ik ook wel. Ik ga er even brainstormen. Oké, jongens, meneer KB en Justin hebben nu allebei hun eigen kantoortje gekregen. Het is hier echt nog wel donker, dus ik moet wel nu echt vaart gaan maken met het hier beneden ook mooi maken. Weet je, ik wil dat ze altijd gewoon een mooie entree hier hebben als ze binnenkomen. En dat ze een mooi pad daarheen hebben. En dat het hier binnen ook gewoon goed eruit ziet en zo. En daarboven moet het al helemaal mooi. Er moet een grote vergadertafel komen. Er moet van alles komen. Ik ben heel benieuwd, maar ik vind het wel helemaal geweldig hoe het er nu uitziet. Terwijl we hier lekker zitten en de cakejes aan het opeten zijn, jongens, zie ik dat meneer KB en Justin al van alles aan het doen zijn, plannen aan het bedenken zijn. En ik denk dat ze toch de brug gaan maken. Ik heb ze ook stiekem eigenlijk toestemming net gegeven om een brug te bouwen. Dus ik denk dat er toch een brug aankomt. Ze hebben geklaagd over een koffiezetapparaat en weet ik voor wat allemaal. En ik heb gezegd, jongens, weet je... Jullie mogen het allemaal regelen. Zij mogen koffiezetapparaten maken met z'n tweeën. Ze mogen wc maken, hadden ze het over. Dus ze mogen doen wat ze willen, weet je. Ze zijn welkom om van alles te doen. Dan in de tussentijd is het denk ik belangrijk, zoals ik net al zei, dat ik hier beneden aan de slag ga. Maar daarvoor moeten mijn huisdieren wel een keertje naar buiten toe, jongens. Ze staan al veel te lang, en dat bedoel ik ook echt al veel te lang, staan ze hier binnen gewoon een beetje te staan. Ik heb trouwens nog steeds mijn mooie pakje heb ik aan. Die houden we ook nog even aan, want elke keer als Justin... En meneer KB, zij moeten we wel natuurlijk gewoon onze machtige, ja, hoe noem je het? Vibe uitstralen, hè? Dat kunnen we, pas op Robin. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar weggeven. Dat het eigenlijk best wel scary is hier. Dat we maar 9 diamonds hebben en meer niet of zo, weet je. Nou, kom op Heinrich, jij gaat mee naar buiten. Zetten we jou hier. Nou ja, waar gaan we jou neerzetten? Zetten we even tijdelijk hier neer. Kijk, doen we even zo een simpel hokje hier maken.
Kom op, Heinrich. Hallo, Justin. Ik ben mijn dieren even aan het verplaatsen. Wat is er aan de hand? Wat wil je? Wat wil je, Justin? Ik heb een goed idee. Nou, vertel het eens. Ja, je hebt dus een ongelooflijk modern gebouw, ja? Ja. En we moeten nog steeds met pen en papier schrijven. Waar zijn de moderne computers? Ja, we moeten gewoon even hopen dat meneer KB even wat meer drones gaat maken. En dat we op die manier gewoon elke keer kunnen communiceren. Met drones? Met drones. Ik denk dat het meer moeite is dan een boekje. Maar het komt wel modern over. Dat is een goeie. Dus zullen we dat als suggestie bij zijn kantoor? Kom, gaan we even snel gelijk doen. Ja, want hij is momenteel onderweg spul aan het halen voor de brug, dus... Oeh, kom. Heb jij een boekje trouwens? Nee. Ah, wacht, dat is heel veel gezeik. Nee, wacht. Groot probleem. We zetten wel gewoon een paar signs neer. Dan komen we ook heel, hoe noem je dat, heel arm over, weet je. Dan is het echt een groot probleem dat we gewoon niet met drones kunnen communiceren. Ja, nee, ja. Dan komen we nog armer over, dat is de bedoeling. We kunnen het ook gewoon vragen. Zullen we opwachten in zijn kantoor? Opwachten, dat klinkt niet heel lief. Nee, maar ik bedoel positief. Ik bedoel heel positief. We gaan hem opwachten. Ja, ik zie. Hij denkt gelijk, ben ik nog geen 10 minuten en wordt nu al ontslagen zo meteen. Ja, okay, slecht nieuws gesprek. Slecht nieuws. Meneer, ik ga maar even zitten. Ja. Oké, wacht, we wachten wel hier op hem. Ja. Kan even duren. Justin! Ja? Justin, ik heb de spullen. Dat meen je niet. Wat doen jullie in mijn kantoor? Kan je even binnenkomen? We moeten je even wat vertellen. Ja. Wat krijgen we nou? We moeten even wat met je delen, kom maar. Ga maar even zitten, dit gaat niet leuk. Nee. Dit gaat niet leuk. Het is toch even belangrijk om te vertellen. Ja. Hey, na je lang hebben te zien werken, zien we dat het toch niet werkt, dit. Wat? Nee, grapje. Werk je nog geen 10 minuten? Hey, dat zeiden wij ook al. Ja, bizar. Ja, ik heb echt nog geen 10 minuten. wij hebben een paar verzoekjes voor je, nu je hier toch werkt. Ja. Laat ik beginnen. Wacht even hoor, dit is belangrijk. Wat heb je hier? Kaartje. Jezus, wat een lange naam. we hebben een paar verzoeken. Ik begin wel met mijn eerste verzoek. Okay. Ik wil graag ook wat gouden wortels hier hebben. Want wij moeten rijkdom uitstralen. En heb jij niet gezien dat ik de drone heb bijgevuld? Ja, dat is het puntje 2. Heb je hem bijgevuld? Je moet wel even schieten weer. Ik hoop dat je nog pijlen hebt eigenlijk. Ja, ik kom zo terug. Is hij bijgevuld? Met wat? Ik heb nog een pijlenboogje ergens liggen. Waar is mijn pijlenboog? Ben ik hem kwijt? Waar is mijn pijlenboog? Nee! Is hij verdwenen? Oké, jongens, ik heb een nieuwe gemaakt met wat pijlen die ik nog wel kon vinden. Wat zit er nu in? Wat is dit? Waar heeft hij het mee bijgevuld? Oh, wat is dit? Een goud appeltje! Oh, dat is zoveel beter. En wat zit er nog meer in? Oh, gouden. Oh, hij is bijgevuld. Hij is gewoon bijgevuld. Dit vind ik geweldig. Oké, laten we terug naar boven gaan. Wat gebeurt hier? Hier in het midden, denk ik. Is het handig. Wat is dit? We willen die brug gaan bouwen en we hebben even wat grijs concrete nodig. Dus yeah. Dat mijn vloer. Pas alsjeblieft op mijn vloer. Pas alsjeblieft. Ja, maar meneer, de chef-kok zei dat kon. Dus daar ga ik er vanuit. Hij heeft veel ervaring met ik heb het heel handig neergelegd. Je kan gewoon in het midden gewoon water en dan gaat het helemaal goed. Ja. Ja, maar kijk, nu is de vloer eronder ook blokken. Zie je, dat bedoel ik. Nu moet dat ook weer opnieuw gedaan worden. Ja, maar wij gingen brug bouwen. Oh, maakt niet uit. Jongens, kom even. Maak even het gesprekje af. Hey, hij is bijgevuld. Golden apples. Je krijgt de promotie. Helemaal top. Promotie? Je bent nu van chefkok ben je naar chefkok plus gegaan. Oké, chefkok plus. Gefeliciteerd, Justin. Ja, gefeliciteerd. Een demotie, want jij hebt nog niet zoveel bijzonders aan. Welke heb ik nu dan? Jij bent oranje shirt gast. Welkom bij deze meeting 2. Nogmaals, of meeting 3 eigenlijk al. Ja. Ik wil het over drones hebben. Wel, het lijkt ons handig om bij elke basis van ons een drone te hebben. Ja. En dat we daar onze post in kunnen zetten. Omdat we dan op een moderne, nieuwe manier, beter dan Rick, kunnen wij post naar elkaar sturen. Ja. En jij bent onze chef. Gespecialiseerd in drones voor een of andere reden. Daar staat een plus voor. Als ik het goed begrijp. Dat klopt inderdaad. Bij elk kantoor dat ik een drone ophang. Nee, niet elk kantoor. Jawel, hier moet je het versturen. Gaan we dus post voortaan niet meer naar elkaars basis sturen, maar naar elkaars kantoor? Gaat op die manier? Ja, dan moet bij elk kantoor een drone. Maar jij hebt geen kantoor. Dan moet elk kantoor een klein balkonnetje krijgen. Met een zendmast. En bij dat balkonnetje... Een zendmast. Daar hangt een... Goeie. Met een zendmast, inderdaad. Ja. En daarnaast hangt een drone.
Ja. En daar kunnen we post in stoppen. En dan maar, doen we alsof we doen een roleplay. Zodat we niet naar elkaars kantoor hoeven te lopen. Dan hoeven we alleen maar naar elkaars drone te lopen. Via het kantoor, ja. Dit klinkt heel handig. Gaan we doen. Gaan we regelen. Dus dan moeten we elkaars kantoor in. En zorgen we dat iedereen moet even zijn eigen balkonnetje bouwen. Dat zorgt meneer KB ervoor dat er een antenne plus drone komt. Maar het moeten wel KB-drones zijn, zeg maar. Ook goed beveiligd dat Rick hem niet kan kraken. Ja. Belangrijk. Hoe kom jij? Jij hebt zoveel... Ik wil ook! Jij pakt alles op! Geef mij ook eens wat. Nou, hier krijg je ook een koekje. Nou, maar dan kom ik op punt 2. Ja. 3. Waar is jouw kantoor? Jullie hebben net een interview gehad in mijn kantoor. Hoezo, waar is mijn kantoor? Waar heb je het over? Hier wil ik het niet over hebben. Lekker gewerkt, oranje shirtgast. Ja, oranje shirtgast, wat is het nou? Ja, ik dacht... Ga maar gauw naar je eigen kantoor. Nee, we gaan even die brug in elkaar. Oh ja, ging je brug bouwen, sorry. Ik ga verder met, weet ik veel wat. Pas alsjeblieft op mijn vloer, ik zie dat jullie al hier... komt helemaal goed. Ja, komt helemaal goed. Nu is het toch al geprest, dus... Ik ga de indringer die ik beneden zie even wegjagen, zo, dus... Feng Shui. Alles is Feng Shui hier. Feng Shui. Feng Shui. Tot ziens. Ik weet niet hoe die indringers in mijn basis komen. Oh, mijn schildpad. Die mag niet ontsnappen. Als die de zee in komt, is hij weg. Hoe komen die indringers in mijn basis? Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Kijk nou. Wacht, nee. Hij liep hier ergens. De indringer. Kijk eens, kijk hem staan. Dit mag helemaal niet. Oké, laten we met dieren doen, want daar was ik eigenlijk mee bezig voordat ik afgeleid werd. Stoffel, kom jij eens mee? Oh, dat kan ik. Jou kan ik hebben. Oh, dat is irritant. Laten we eens Robin meenemen. Robin vind ik belangrijker. Jij gaat hierin, hoppakee. Zo. En Stoffel, ja, jou kan ik alleen duwen. Wat irritant. Kom maar. Ik moet jou helemaal die kant. Kijk hoe snel die met zijn pootjes heen weer gaat als ik hem duw. Ga jij ook maar het hokje even tijdelijk in. Binnenkort krijgen jullie wel een keer wat beters. Maak je geen zorgen. Maar nu moeten jullie gewoon even... Ik wil jullie niet kwijtraken. Dat is belangrijk, oké? Dit doe ik uit liefde. Gaan we nu dit stukje vloer hier ook even opknappen. Zo, hoppakee. En dan ga ik even een cadeautje maken voor meneer KB en voor Jussen. Natuurlijk een soort welkomstcadeautje. En ik denk dat ik het perfecte idee heb. Hé, hey, jongens, voordat jullie gaan. Ik heb nog een soort welkomstcadeautje voor jullie. Ik wou net gaan. Nee, ik heb nog een welkomstcadeautje. Ja, ik heb voor jullie allebei, omdat ik zo voor jullie geef, heb ik een welkomstcadeautje. Voor jou heb ik hier een officiële, enig exemplaar, walnuthelm. Oeh. Die is geweldig. Hij zou vast goed staan bij... Ik kijk wel ook? Ineens op een soldaat. Ja, heb jij hem ook? Nee. Ik heb geen walnuthelm. Maar heel erg bedankt. Kost heel veel geld. Het is echt geweldig materiaal. Het is one of a kind. En voor jou, Justin. Yeah. Omdat jij oranje shirtgast bent, heb ik een spruce sapling. Hey, fijne dag. We houden contact. Bedankt, ik zie jullie snel verschijnen. Doei. Hoi. Nou jongens, leuke cadeautjes. Leuke welkomstcadeautjes. Laten we even kijken wat ze bovenuit gespookt hebben met z'n tweeën. Mijn vloer is verpest. Kijk hoe erg. Nou, ik zei het toch, jongens. Pas nou op met die vloer. En wat doen ze? Ze passen niet op. Ze hebben mijn hele vloer verpest. Ik ga gelijk een klacht indienen. De brug is al af. Ze hebben letterlijk heel snel al gewoon een brug met z'n tweeën gebouwd. Wauw, ik had niet verwacht dat ze zo snel die brug hadden gebouwd. Maar hij is af. Dit is hem. Het is officieel een brug. Ze kunnen nu makkelijk naar elkaar toe. Kantoor van Chef Kok plus KB. Kantoor van Oranje Shirt Gast. Zo. En dan bij mij natuurlijk, kantoor van Walnoot. Nou, ik ben helemaal tevreden met hoe dit is gegaan, jongens. Die vloer, ik hoop dat ze dat zelf nog op gaan lossen, want dit kan echt niet. Mijn vloer. Nee, is lekkage. Lekkage. Ik had zo gezegd, doe het niet. Het is helemaal Feng Shui. Feng Shui. Wat is nou het correcte woord? Ik weet het niet eens. Ja, maar je hebt lekkage, hebben wij niet gedaan. Lekkage is hier. Ja, maar... Ah, joh. Oh, wat een goed idee dit! Wat? Ja, dat komt eigenlijk gewoon omdat de oranje shirtgast, die is al twee keer de verkeerde kant in. Oh, joh, ik heb jullie ook naampjes gegeven bij het kantoor. Oeh. Kijk, hier is van oranje shirtgast. Ja. Dan hebben we hier van Chef Kok Plus KB. Lekker. En dan hier van mij, oh wel. Heb jij ook cactus eraan? Oh ja. Ja, iedereen heeft. We zijn niet zo rijk met plantjes hier, dus ik heb iedereen gewoon een cactus gegeven en een doodboompje waarschijnlijk. Nou, ik heb twee. Ja, jij hebt twee cactussen. Ja. En de brug is al gebouwd trouwens, heb je hem al gezien? Ja, ik had hem gezien. Dat past wel erg goed bij de. Een mooie brug, toch? Ja, mooie brug dit.
Ik vind het helemaal top. Dan kunnen jullie makkelijk... Oh, kijk, dat is wel handig. Wat regent. Oh, jammer. Best een beetje het mooie moment dat we hadden. Alright, meneer KB en Justin zijn weer naar huis, jongens. Dus dat betekent dat ik weer alleen ben in het gebouw. Ze komen en gaan wanneer ze willen, nu ze mogen doen. En weet ik wat allemaal. Ik zie gelijk dat er al een kleine upgrade is gedaan. Volgens mij door meneer KB. Die heeft hier een pijltje naar boven en een pijltje naar beneden gedaan. Dat is toch leuk? Daarom zeg ik, ik ben zo blij dat ze alliantie met mij zijn. Nou, is... Ik stok meteen heel hard. Oh, ik trap meteen. Oh, dat pijn. Waarom staat er een boom? Wie heeft hier een boom geplaatst? Wat is dit nou weer? Er is van alles gaande vandaag hier. Er is van alles gaande. Dan denk ik dat ik hier in het midden nog deze aflevering nu even snel nog een grote ronde tafel ga maken. Of wil ik dat voor volgende... Nee, weet je, dat bewaar ik voor volgende keer. De interieur hierboven bewaar ik voor volgende keer. Dat we het helemaal afmaken. Want ik ben eerst even, voordat ik dat ga doen, benieuwd wat meneer KB en Justin hier gaan doen. Weet je, ze gaan hun kantoren namaken. Of nou, nieuw gaan maken natuurlijk. Ik denk dat ik dan... Wacht. Ik ben wel benieuwd, jongens. Ik heb vorige aflevering natuurlijk bij Rick zijn basis heb ik een goede prank uitgehaald. We hebben echt heel veel hoofden gemaakt. Ik vind deze vooral echt heel leuk prank van de reden. En ik ben wel benieuwd of het er nog steeds staat. Wacht, laten we even naar Rick gaan. Ja, het staat er nog. Hij heeft het nog niet weggehaald. Oh mijn god. Hij heeft het nog niet weggehaald, jongens. De hoofden staan er nog. Oeh. Auw. Een trident. Wacht. Niet doodmaken. Niet mij doodmaken, alsjeblieft. Oeh. Als ik jou nou doodmaak... Ah, oh, dit is altijd zo moeilijk. Dan krijg ik misschien een... Oh, dit gaat fout. Oh, het is altijd moeilijk. Dit is serieus altijd heel moeilijk om te killen. Misschien krijg ik ze... Nee, oh, jammer. Ik hoop dat ik ze trident krijg. Ik heb trouwens al trident, dat doet moeilijk. Kijk, jongens, dit is de prank waar ik het over had, die Justin gedaan. Dat ik eigenlijk had ik die gedaan natuurlijk, alleen ik had de schuld aan Justin gegeven bij Rick. Maar ik ben blij dat het er nog staat. Rick, ik zie dat jij het zo mooi vindt dat die hoofden hier zijn. We hebben hier natuurlijk ook nog Ogre Max. Oh, wat vind ik dit toch leuk, de oorlog tegen Rick, jongens. Wat vind ik de oorlog tegen Rick toch weer leuk. En ik vind mijn outfit vind ik ook mooi. Ik zie er netjes uit, weet je, jongens. Ik zie er gewoon weg echt keurig netjes uit. En nu we toch op pad zijn, jongens, wil ik eigenlijk ook nog even bij Justin zijn vakantiepark langs. Want daar ben ik ook al een eeuw niet geweest. Alleen, ik zie dat de brug geblokkeerd wordt door een grote camper. Maar ik zie wel dat er heel veel nieuwe huizen zijn gebouwd. Hallo? Justin? Altijd als ik hier ben, kom ik er niet in. Ik ga er... Weet je wat, ik kom later wat terug. Mijn vorige aflevering of twee afleveringen geleden ben ik hier geweest. Toen kon ik er ook niet in, toen werd ik weggestuurd. En nu staat er een grote, wat is het, caravan voor de deur. Daar kom ik er letterlijk niet lang. Jij kan hier overheen, alleen ik denk niet dat Justin dat wil. Ik zie dat hij druk bezig is. Weet je, wederom, voor de 100ste keer komen we later terug bij Justin zijn baas. Zo te zien heeft hij wel heel veel gedaan. Maar we komen later wel een keertje terug. Nou, ik ben tevreden met het resultaat van vandaag, jongens. We hebben veel leuke dingen gedaan. Maar aan alles komt natuurlijk een einde. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. En vergeet vooral zeker even niet te abonneren. Wil je nou ook op deze server spelen? Dan kan dat zeker natuurlijk. Dit is ITP. Play.com.veen.nl. Speel je nou Bedrock Edition? Moet je gewoon even deze poort gebruiken. 26006. Kan je gewoon gezellig met ons meespelen? Kan je de oorlog tussen Rick, mij, meneer KB en Justin van heel dichtbij meemaken? En heb je nou geen zin om op dit moment te spelen, maar ben je gewoon zin om een video te kijken, dan kan je ook lekker even deze video kijken. Dit is namelijk het volgende deel. Heb je die nou nog niet? Dus moet je hem zeker even kijken. Hierin heb ik Rick geprankt. En nu spreek ik later glazen water. Tot de